vrijheid. Grote vakantiebad in mijn gedrijf. Verliefd zijn, verliefd zijn. Wie wil er niet een beetje verliefd zijn? Hatsjoe, hatsjoe, hugge, ril, ril. Dat is de griep van veel, de griep van veel. Hupsapee, hupsapee, pakant dat veel, het kroppelt mij. Hupsapee, hupsapee, en haal je veel uit zee. Roberto en Maria zijn arm, ja dat is waar. Toch zijn ze heel gelukkig, gelukkig met elkaar. Werk aan je conditie, dan voel je je gezond. Ga zwemmen, pak je fietsie, of run een potje rond. Even hard lang weg. Oh, die zit nog bij madame Baklava. Zogenaamd om de nieuwe plannen voor de toekomst te bespreken. Hoezo zogenaamd? Nou, Everhard interesseert zich helemaal niet voor de toekomst hoor. Die is juist reuze ouderwets, weet je. Volgens mij zoekt hij gewoon een reden om bij madame Baklava in de buurt te zijn. Volgens mij is hij verliefd op haar. Verliefd? Everhard verliefd? Dat kan ik me nauwelijks voorstellen. Iedereen is toch wel eens verliefd? En madame Baklava is best een apart type, hoor. Ja, dat wel. Maar volgens mij ziet Everhard dat helemaal niet. Waarom niet? Waarom zou hij geen oogje op haar kunnen hebben? Misschien heb je wel gelijk. Ik moet er wel aan wennen, zeg. Ik kan me Everhard helemaal niet verliefd voorstellen. Weet je wat? Laten we naar het kantoor toe gaan. Dan weten we meteen of het waar is. Wil je het hem dan gaan vragen? Of hij verliefd is? Nee, natuurlijk niet. Je kunt toch zien of iemand verliefd is? Als hij echt een oogje op madame Baklava heeft, dan merken we dat heus wel. Dus, madame Baklava, als ik u ook maar ergens mee van dienst kan zijn, dan begrijpt u wel. U hoeft het maar te zeggen. Grappa, grappa. Oh, dat zullen Kees en Grees zijn. Kom binnen, kinderen. Wat komen jullie hier nou weer doen? Rik, ding, ding, dingetieboe. Wij dachten eventjes naar Monstertje toe. Welkom, welkom. Oh ja, en we wilden ook even zien of Everhard hier was. Waar halen jullie de brutaliteit vandaan om mij te bespioneren? Ach, Everhard, Grace was toch alleen maar wat ongerust waar je bleef misschien? Nou, volgens mij heb je ongelijk, Grace. Iemand die verliefd is doet toch niet zo chagrijnig. Dus nogmaals, madame Baklava, als ik u ook maar ergens mee van dienst kan zijn, u hoeft het maar te zeggen. Moet je horen hoe hij tegen haar staat te temen? Volgens mij is hij wel verliefd. Zo, wat staan jullie daar toch te fluisteren, beste briljantino's? Hebben jullie geheimen? We hadden het over verliefd zijn, madame Baklava. Over verliefd zijn? Ah, wat leuk. Is er hier iemand verliefd? Een beetje verliefd. Een heel klein beetje verliefd. Monstertje is vaak verliefd, hè, Monstertje? Moet je kat Misha mij nemen even, hè? Dan heeft Monstertje misschien ook een leuk vriendinnetje. Gaat hij helemaal voor de bijl? Doe niet zo belachelijk, Kees. Mijn Misha houdt zich niet op met verliefd zijn. Mijn Misha is een raskat. Verliefd zijn is toch niet belachelijk? Verliefd zijn is voor iedereen. Ik zeg toch altijd maar zo, Romantina Alibona Bindrima. Wat betekent dat, madame Baklava? En dat betekent, verliefd zijn is fantastisch, ja prachtig, is heerlijk. Ja, verliefd zijn is heerlijk. Vind je dat ook niet, Everhard? Hoe moet ik dat nou weten? Hoe moet ik dat nou weten? Ben jij dan nooit verliefd? Rikdek dingetieboe! Verliefd is iedereen, zo af en toe! And you love me, and I love you. And you love me, and I love you. Nou, I love helemaal niemand hoor.
daar doe ik niet aan mee, aan die flauwe kul. Maar je hebt toch wel eens een oogje op iemand? Kom nou! Ik heb mijn ogen veel te hard nodig om op te letten of alles hier goed gaat. Bovendien, op mijn leeftijd. Ja, maar wat heeft leeftijd daar nu mee te maken, Everhard? En zo oud ben je toch niet? Ik moet zeggen, ik vind dat jij er toch echt heel goed uitziet. Vindt u dat, madame Baklava? Nou, dank u wel. Ik moet zeggen, u mag er trouwens ook best wezen, vindt u niet? Ach, hoe zal ik het zeggen? Ach, laten we maar weer eens aan het werk gaan. Nou, Grace, dat kan best nog wat worden tussen die twee, geloof ik. Bah, Beverhard. Nou, komt er nog wat van, jonge luiden? Het publiek zit op ons te wachten. Dag, monstertje. Droom maar fijn. En vergeet het niet, hè. You love me. And I love you. And you love me. Zo, de rust is wedergekeerd. En ik ga eens even in mijn glazen toverbal turen om te zien hoe de Brillantino's vandaag zingen. Als je verliefd bent, voel je je heel anders. Verliefd bent, ben je anders dan normaal. Als je verliefd bent, zit je urenlang te dromen over hoe het straks zal worden allemaal. Als je verliefd bent, loop je te zwingen. Voel je vlinders in je hart en in je maag. Als je verliefd bent, denk je alles van het morgen. Want morgen wordt nog fijner dan vandaag. Verliefd zijn, verliefd zijn. Wie wil er niet een beetje verliefd zijn? Verliefd zijn, verliefd zijn. Verliefd zijn doet soms pijn. Maar toch is het heel fijn als je verliefd bent op het meisje van de buren. Verliefd bent op de jongen van hiernaast. Word je bijna door geen enkel mens begrepen. Doe je ouders en je vrienden heel verbaasd. Verliefd zijn, verliefd zijn. Verliefd zijn doet soms pijn. Maar toch is het heel fijn. Als je verliefd bent, gaan de anderen je plagen. En dan word je meestal verdrietig van. Denk maar zo, ze kunnen me nog meer vertellen. Want verliefd is iedereen zo nu en dan. Verliefd zijn, verliefd zijn. Wie wil er niet een beetje verliefd zijn? Verliefd zijn, verliefd zijn. Dat was dan weer de kinderbios voor vanmiddag. Jullie hebben afscheid moeten nemen van Annemarie. Wel jammer natuurlijk, want Annemarie is zo'n beetje een vriendinnetje van jullie geworden, geloof ik. Maar ja, nou het allemaal zo goed is afgelopen met haar, haar vader en moeder terug en Chandra die ook voor altijd bij haar mag blijven. Ja, nu is natuurlijk het verhaal gewoon uit. Fijn voor Annemarie, jammer voor ons natuurlijk, maar niks aan te doen.
Jongens en meisjes, volgende maand, 27 juni, zijn we er weer. Maar dus met een programma dat 2 uur duurt in plaats van 1 uur. Tot dan wat de kinderbios betreft. En dan is het nu tijd voor Slagharen voor Ria Bremer. En stuif eens uit! Hoi!